Het festival Licht Hengelo keert zaterdag en zondag terug op de kaart na één jaar afwezigheid. Een groot verschil met de eerste editie van 2022 is dat het geen twee weken, maar slechts twee dagen duurt. En dat de focus nu niet alleen ligt op mooie uitgelichte objecten, maar ook op de schoonheid van de binnenstad zelf. Kortom, Licht Hengelo ziet, uh, zet de stad in de schijnwerpers. Wel ons vanmiddag Jim Korf van Hengelo Promotie, welkom. Dag, dankjewel. Ik schrijf, mooie aankondiging. Ja, dankjewel. Uh, geef ik door aan mijn collega's in Hengelo die dat zo mooi uh, opgezet hebben. En uh, ook Meerte Peters van uh, MBO vakschool Smeelt. Ja, hallo. Ook welkom. Jullie hebben allebei een bijzonder aandeel in de organisatie. Uh, Jim, misschien bij jou te beginnen. Uh, licht Hengelo in een paar zinnen. Wat is dat voor uh, evenement? Het is een uh, lichtkunstroute. waarin je uh, nou, verrast wordt door allerlei lichtobjecten. Uh, maar niet alleen lichtobjecten. Inderdaad, wat je zegt, ook gewoon. Uh, ja, de beauty van Hengelo zeg maar. uh, er is de afgelopen jaren echt wel veel geïnvesteerd. Uh, licht doet heel veel daarin. Zeg maar, de stadhuistoren, de Lambertusbasiliek. Maar ook het vernieuwde marktplein is allemaal uitgelicht. Uh, dat in combinatie met lichtobjecten. Ja, dat zorgt voor een unieker... Uh, belevenis waarin je echt even in een andere wereld waant. Uh, ja, ja. En het mag nu wel eens gevierd worden, dat de stad wat mooier is geworden. Ja, ik denk dat uh, we de, vanaf mogen we mogen echt wel wat trots worden op Hengelo. En dat, uh, ik denk dat deze wandelroute, dat mensen dat werkelijk ook gaan zien van, oh ja, ja, hier mogen we trots op zijn. En je merkt het ook wel aan de reacties. We hebben bijvoorbeeld uh, de Brinktoren. Er uh, is best wel veel om te doen, iedereen heeft er een mening over. Uh, toen dachten wij van, nou ja, laten we maar eens vragen, wat, wat willen de mensen, wat wij met de Brinktoren gaan doen? Uh, als projectie daarop. En daar hebben we heel veel leuke ideetjes van gekregen. En die uh, worden komend weekend, op zaterdag en zondag, worden die, uh, nou ja, geprojecteerd op de Brinktoren. Om te zien hoe het dan uh, zou kunnen zijn. Wat je, met die ja, ideeën. wat je ermee kan doen, inderdaad, ja. allemaal. Dus dat ja. dus wordt wel heel gaaf afgewisseld zeg maar, met projecties op de Brinktoren. Afgewisseld met het hele frame wat daaromheen zit. Ja, ja. Uh, en, en met uh, geluid er ook bij. Er is een eerdere editie geweest. Die was in 2022. We hebben daar wat beelden van. Um, nou, die was twee weken. En dat was mede omdat. Het uh, coronavirus toegeslagen, ja, weten we dat nog. Dat klopt. Toch? Toen was het inderdaad wat langer. Uh, toen hadden we het coronavirus. Mocht je ook niet heel veel uh, qua mensen bij elkaar zijn. Dus het werd ook wel wat langer uitgerekt, zodat iedereen de tijd had om er naartoe te gaan. Uh -huh. uh, dit jaar hebben we twee avonden. Het heeft ook wel te maken met. Uh, het is niet alleen licht objecten. We hebben ook echt entertainment in de vorm van acrobatiek. Er zijn koren. Um, uh, er zijn uh, led swings. Er zijn Um, artiesten die optreden, X-Dance, die geeft dansperformances. Nou, dat kan je niet gewoon wekenlang achter elkaar nee, nee, nee. Uh, constant doen. Maar dus dan een je er van. Ja. Wil je het zien? dan moet je er zijn, ja. die twee. Ja, dagen. Ja, want we hebben echt op die avonden, zeg maar, er zijn echt shows van drie kwartier waarin er echt acrobatiek, koepels, uh, er is een uh, pianist die, zeg maar, muziek maakt. Uh, uh, dansers die, zeg maar, optreden. Dus dat, ja, dat kan je niet wekenlang achter elkaar volhouden. Nee. En ja. vorig jaar ging het niet door. Nee, klopt. Toen. Uh, uh, was het wat moeilijker om het uh, van de grond te krijgen? Uh, we spraken met partijen die uh, ja, toch merkten dat het een wat moeilijker verhaal was om over te brengen. Uh, dat had vooral met de duurzaamheid uh, te maken. Dit jaar merken we dat er uh, nou, makkelijker sponsoren te vinden zijn. Nog steeds wel moeilijk, maar uh, we hebben geluk met de Let Event in Hengelo. Die heeft uh, flink bijgedragen. En er zijn uh, meerdere uh, lokaal fondsen Hengelo, uh, Stichting Centrum Management Hengelo, de H500. Ja. Uh, we make op products. CTT uh, Transport, we hebben uh, nou ja, uh, meerdere sponsoren gevonden. En dat zijn niet alleen sponsoren die een uh, geld uh, uh, iets ter beschikking stellen, maar ook uh, in middelen of in manuren. Uh, 01 Events, die uh, zitten met het hele team hier bovenop. Die ja. brengen veel kennis mee. En Smeel doet mee? En smeel doet mee. Ja. Ja, uh, wat, hoe komt dat zo? Hoe, ja, de vakschool, hoe zijn jullie daar zo ingerold? Ja, mijn uh, collega Hans Fokker... Uh, die, uh, ja, die bezoekt regelmatig... Uh, ja, wij zijn de scholen... VMBO, uh, ROC zijn we regelmatig... Uh, gieterij zijn we aanwezig. En uh, via via is hij in contact gekomen... en toen zijn we gevraagd... en hebben we zoiets van... ja, we hebben een uh, dat kunnen we laten zien. En uh, ja, daar kunnen we met licht ook iets mee. En... Uh, ja, en ja, Hengelo is toch ook wel metaalstad, dus um, ja, we zijn blij dat we ook iets van de school uh, mogen laten zien. Ja, want die, die cobots, dat is waar jullie vooral dan nu. Want uh, ja. uh, het zijn in, in, in robots die interactie hebben met ja. mensen. Volgens mij hebben we ook wat beeld daarvan. Dat ik ja. weet het niet helemaal 100 zeker, maar. Uh, ja. een um, ja, cobot uh, staat voor cola. Uh, een uh, robot mm -hmm. um, en die helpt zeg maar de mens ook de productiviteit vergroten dus uh, ja je hebt robots die zijn um, vast uh, ja omlijnd daar staan hekwerk omheen maar een cobot staat vrij en die kun je echt naast de mens zetten waarbij de productiviteit dus omhoog gaat en um, ja wij leren op school onze studenten maar ook vmbo leerling in de doorlopende leerlijn um, ja programmeren op de um, op de cobot om zo dat toch het bedrijfsleven uh, ja, verder te helpen in de ontwikkeling daarin. Ja, ja. En jullie dachten van een licht uh, evenement dat heeft ook wel iets techniek achter. Ja. Dus hoe kunnen wij bijdragen ja. zodat dat. Uh, ja. Zodat het is hard nodig om leerlingen zeg maar te overtuigen van de waarde van techniek? Nou zeker. Uh, ja, het is voor, voor het wordt steeds bekender gelukkig, maar uh, ja we zijn wel echt hard aan de slag om uh, die doorlopende leerlijn tussen vmbo, mbo, hbo goed door te zetten. En, en um, nou ja, daarbij ook uh, hebben we deze samenwerking met het Saxion en Tech Your Future. Hebben wij um, de Cobot, uh, hebben lesstof ontwikkeld. Mm -hmm. Ook um, voor de studenten. Dus daar is echt wel een uh, goede samenwerking in. Daar weten we elkaar al uh, mooi in te vinden. Ik zie, ik zie het hier staan. Hè. Oh, dit is even het routekaartje. Ja. Volgens mij hebben we die trouwens ook gewoon uh, op beeld ergens. Ja. Nou, hier, daar hebben we. Ja. Um, uh, bij het sporen uh, ergens, daar staat kobots in ja. battle. Dat is jullie bijdrage. Dat dan, is onze dan. bijdrage. Daar ja. hebben we een mooie ruimte tot beschikd. Gekregen. Wat is dat met licht te maken dan? Uh, of is dat stiekem erbij gemanoeuvreerd? Nou ja, um, die kobots, die uh, die kun je dus besturen dat zij de lampen aan gaan doen. Oké. Okay. En um, ja, in dat opzicht uh, je, en je hebt de mogelijkheid om zelf ook te besturen. Dus uh, er zit een beetje ja in dat opzicht kunst. Uh, activiteiten uh, in. En nee. zo zijn we hierin uh, betrokken geraakt. Maar hoop je dan uh, dat, dat er uh, potentiële nieuwe leerlingen uh, van smeelt, bijvoorbeeld denken van: Nou, dit lijkt me wel wat, hier uh, wil ik mee werken? Of, of is dat niet per se het doel? Nee, het is vooral meer inderdaad ook uh, die cobots meer uh, ook ja, podium geven. En het, is, uh, het beweegt, het is leuk, maar het is ook gewoon een techniek wat we steeds meer uh, met de digitalisering en de robotisering uh, terug gaan zien. En die leerlingen van jullie die werken aan die dingen en dat ja. zo zet je. Ja. Geeft is ze eigenlijk ja, een podium precies, om hun want de werk mens te laten worden. Het is gewoon nog steeds heel erg hard nodig uh, in de techniek. Ja, ja. ja, Ik denk wel dat het voor studenten van die leeftijd ook een hele leuke route is om te lopen. Het is echt voor jong en oud. Ja. Het is echt um, um, ja, van, van 4 tot uh, 84, zeg maar. En, uh, het is een, uh, niet een hele lange route. In 2022 was het met name in het centrum. We hebben dit jaar hebben we een stukje Hart van Zuiten bij. Uh, dat is nieuw hè? Dat is nieuw. Ja. ja. En dat maakt de route niet per se heel veel langer. Um, het is tussen de 3,5 en 4 kilometer, dus het is goed te lopen. Um, en vooral dat stukje Hart van Zuid is nieuw dit jaar. En daar zijn we ook wel blij mee, omdat dat ook echt uh, het gebied is waar Stork, zeg maar. Ja, uh, die, die kant van het station. Die kant van het station, waar echt het verhaal van Hengelo verteld wordt. Waar ook nog heel veel karakteristieke gebouwen staan. Uh, bij Broedplaats Oog zijn nou, echt iets van vijf verschillende dingen te zien. Het is eigenlijk een soort festival binnen het Lichtfestival. Dus daar kan je eigenlijk al de hele avond, zeg maar. Uh, zijn, daar is een react, het zit midden in het grasveld, staat een meters hoger uh, nou ja, IBC uh, watertanks helemaal bovenin, uh, daar hangt iets heel speciaals, dat ga ik nog niet vertellen, dat moet iedereen maar eventjes uh, voor zichzelf gaan zien. Mm -hmm. uh, meer dan 100 meter led strips, die staan uh, naar verschillende plekken op dat terrein. Uh, nou ja, dat zegt het al wel, het woord react, um, ja, jong en oud kan daar reageren op dingen die oplichten, uh, licht en geluid. Um, ja verspreid over het hele terrein, uh, maar het is ja sowieso een uh, broedplaats wat in ontwikkeling is van een paar jaar terug. Ja, had je alleen een gasveld en een container en langzaam maar zeker worden er steeds meer dingen bijgebouwd. en dus voor de uh, mensen die nog nooit bij oog zijn geweest, nou, die gaan zich echt, uh, nou, uh, afvragen waarom gaan wij hier niet vaker naartoe. Ja, ja. Uh, en de mensen die Oogst al kennen, die gaan ook dit jaar weer nieuwe dingen zien, want het is um, er staat nu een discobus en daar is een VJ die gaat optredens geven. En door middel van op de stopknop te drukken, kan je zelf ook dingen toevoegen aan zijn show. Er is een uh, creatieve terminal waar een uh, optreden plaatsvindt. Er is een, uh, um, uh, een transformatorhuis waar een oude transformator van Stork nog staat, waar ook met allerlei buizen dingen aan worden toegevoegd. Wat ook weer in contact staat met, uh, met het React uh, Centerpiece, zeg maar, die in het midden uh, daar staat. En er is een, uh, uh, nog een black box. Um, die is nog maar één keer eerder vertoond. Op Hart van Zuidfestival afgelopen jaar. En vonden mijn kinderen echt helemaal geweldig. Dan kan je zelf ja, met een soort Stranger Things-achtige slierten. Het is niet spannend. Maar die kan je met magneten overal tegenaan doen. En ook je eigen ja, kunstwerk creëren, eigenlijk. Door um, uh, geluid en muziek ja. uh, en beelden, zeg maar. Uh, ja, je eigen melodieën te maken. Zijn er nou eigenlijk vooral ook uh, hengeloze. Of wat breder, misschien Twentse uh, technieken, initiatieven... die we daar aan het werk zien, lichtkunstenaars misschien wel... of komen die ook van ver buiten de stadsgrenzen? Nee, het is wel met name op Twente gericht. Ja. Uh, ook veel hengeloos. We hebben net zoals bij uh, de editie van 2022... wederom met Tremotion een samenwerking... met uh, Tick, Tick, Boom van Ton Nieuwhuizen um, Maar er zijn uh, meerdere partners hier in de omgeving... ook wel leveranciers en... Uh, uh, onze hoofdsponsor natuurlijk LED Event die heeft de, de LED Swing uh, ook uh, in het Batavse Kamppark. Ja, bij het Waterogel. bij het Waterogel, ja het wateroogel heeft weer een uh, mooie show die ze die avond doen er zijn ja. uh, twee foodtrucks van de Butcher Boys en Floreso. dus uh, er is nog ook nog wat uh, een hapje en een drankje we uh, ja, hebben oh. alle namen uit je hoofd geleerd ja, uh, ja, uh, ja, er zit er altijd iedereen uit die joh, 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 joh ja. Ja. Maar ja. er is genoeg te doen hoor ik wel en zie ik wel. Um, hoeveel mensen, ja, heb je daar een idee bij? Hoeveel mensen verwacht je in die tweedaagse? Um, nou we hebben natuurlijk het lichtweekend en op donderdagavond de Urban Night Trail. Waarin dat is uh, nog in de aanloop naar in eigenlijk. In de aanloop naar eigenlijk die lichtkunstroute. Het is echt het hele lichtweekend dat er van alles te doen is. Mm -hmm. Dus donderdag hebben we de Urban Night Trail. Uh, een afstand van 5 en 10 kilometer dat mensen kunnen opgeven. Meer dan duizend deelnemers doen daar mee. En die rennen door allerlei verlichte optochtgebouwen uh, in uh, Hengelo. En dan hebben we op vrijdagavond de Twentse Lichtparade. Dat is dus de carnavalsoptocht, maar dan verlicht. En uh, ook als je niet van carnaval houdt, is dat hartstikke geweldig om naartoe te gaan. En als je dan nog niet klaar bent met alle optochten, dan uh, hebben wij uh, de gezinsoptocht uh, zaterdagmiddag. En de uh, kunstlichtroute, uh, die wij zelf organiseren uh, op zaterdag en zondagavond. Van half zeven tot tien. Dus, uh, en als je uh, zaterdagavond nog niet helemaal af hebt gemaakt, ja, dan kan je zondagavond. Uh, gerust terugkomen. Ja, dan staat precies. alles er ook. Maar het kan zijn dat er dan een paar nieuwe dingen zijn. Want bij de avonden zijn er ook wel wat. Uh, een aantal andere koren of ja. Ja, andere dansers. Dus, uh, Kunnen we gerust twee dagen op rijden? Ja, gerust lopen. twee dagen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uh, Mirte, die... Um, die zo'n... Zo zo ja, instappen in zo'n event, hè, met die cobots en... Uh, Smeel daar eigenlijk aan het publiek tonen. wat jullie ja. allemaal doen met de techniek. Is dat... Uh, hoe jullie vaker werken om samen te kijken hoe je... dit soort... Uh, samenwerkingen kan. Nou, dit is wel iets nieuws inderdaad. Okay. Uh, we hebben wel ook wel eens op een beurs gestaan. En we gaan ook voornamelijk eigenlijk naar de scholen toe. Of um, ja, we hebben zelf de open dagen. Maar echt in zo'n event stappen, dat is wel een. Uh, ja, dat las van de beurs uh, wel iets nieuws. Dus ja. daar. Uh, ja, dat is dan wel mooi dat je zo uh, goed geholpen wordt. En uh, ja, ook samen dingen kunt aandragen. En met elkaar tot dat dit project uh, komt. Dat, uh, en wie weet dat ja, er jongeren zijn die zich gaan aanmelden. Ja. Uh, ja. Ja. ja, of ouderen. Want, uh, ja, kom Dat is wel uh, in ontwikkeling. Ja, wat is een, 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 een MBO-vakschool? Ja. En, en die, uh, die, die leerlingen die werken dus aan allerlei uh, dingen, waaronder zo'n kobold. Uh, zo en, ja. die, en die staan daar straks op dat event ook te helpen? Of, uh, um, nou, op dit, dit moment niet. Maar dat zal wel in de toekomst wel een uh, mooie ontwikkeling zijn. Dat we de jongeren er nog meer bij kunnen betrekken. Het is ook eerst aftasten hoe dit gaat. Dus ja, ja. we hebben nu voornamelijk, een, uh, uh, ja, voornamelijk de docenten erop gezet. die uh, de Cobalt kunnen besturen. Maar ja, natuurlijk is het mooier dat je straks ook uh, leerlingen zou kunnen laten zien. die dit uh, ook zouden kunnen. Uh, ik hoef jou denk ik, ja, Jim? Er zijn wel een aantal leerlingen van Saxion die bij Vicy uh, Fish met Fish staan. Dat is een uh, projectie op de Schouwburgmuur. En uh, die, um, die zijn er twee avonden. En er zijn studenten van de Saxion die daar uh, met QR-codes kan je eigen visjes ontwerpen op de muur. Dat, uh, is dat een spelletje, daar herken ik die van, uh, van Enschede, Lights Up en nog? Ja, 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 ja. Ja. En ik dacht van nou ja die um, is in Enschede uh, vertoond. Uh, alleen ja, er zijn vast nog genoeg hengeloos die die niet gezien hebben. Dus ik denk van laten we die uh, herproduceren, maar dan op onze mooie Schouwburgmuur. En uh, ja, en dat is inderdaad, uh, ja, je kan je eigen visje ontwerpen, die uh, wordt dan uh, op de muur geprojecteerd. Ik vind de naam ook geweldig, Fishy Fish, McFish. En dan moet je oppassen dat de walvis niet jouw visje komt uh, opeten. Maar dat is echt voor jong en oud hartstikke leuk om te doen. En daar zijn de studenten dus ook bij aanwezig en ook een aantal docenten. Ja, ik wou zeggen, ik hoef het meer te denken niet te vragen wat haar favoriet uh, ja. wordt, of ja. durf je te zeggen dat het iets anders is dan de kobold? Nou ja, het belooft wel wat, maar uh, ik denk ja, de kobold is ook zeker uh, mooi om te zien wat er dan in combinatie met licht uh, wel een aanrader. Maar hier staan ze ook echt kobots in battle, staat ja, er, hè? Ik weet niet ja. hoe gaan ze dan strijden tegen elkaar, die robots. Ja, hobots? met een beetje à la Star Wars uh, licht. Uh, oh. ja, Star Wars-fans, die ja. komen nu. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik Geen kleding Ja. En Jim, ja, ik weet niet, heb jij een, uh, durf je een voorkeur uit te spreken? Of zeg oh, je dan, wat, uh, uh, wat ik wel heel gaaf vind, is uh, bij HAL 43, dat is normaal gesproken afgesloten voor het publiek, er staan ook echt hekken omheen. Uh, er staan twee cool en... Um, uh, nou nee, ja, daar hebben we, dat zeg ik dan ook maar gewoon, ik moet toch een beetje teasen, vier grote rookkanonnen en allemaal uh, uh, licht. Dus die koeltorens lijken gewoon weer tot leven te zijn. Dus honderden meters afstand zie je al, zeg maar. En hoe dichter je bij komt, dan hoor je ook weer die geluiden van vroeger. Dus je waant je echt weer helemaal terug in die tijd. Het verhaal van Hengelo wordt ook verteld door uh, onze verhalen, ze maar Meulen, die gaat daar, uh, uh, die geluiden hoor je zeg maar door de speakers. Dus dan hoor je echt het, nou ja, hoe uh, Hengelo groot is geworden... Uh, uh, Waar de geboeders toch ook natuurlijk een grotere uh, rol ja. in hebben gespeeld. En van daaruit, in hal 43, is er echt een immens grote hal Daar kom je eigenlijk normaal gesproken nooit. Ja, er wordt, met licht en geluid wordt die diepte daarvan gewoon zo mooi weergegeven. En ja, daarna loop je door naar het RFC. Er zijn gewoon te veel mooie panden in Hengelo. waar je eigenlijk als Hengelo niet vaak genoeg binnenkomt. En nee. dit is eigenlijk wel de kans om dan nu echt. Nou ja, de deuren staan open dit weekend, dus uh, kom allemaal ja. langs. Ja, en ook als je ze kent, dan ga je een heel. Heel ander licht uh, ga ja, je ja, ze ja, zien, zeker. zeg maar. Ja, ja. ja, mooi gezegd. En meneer man, <laughs> um, lichtfestival in Hengelo. Aankomende zaterdag en zondag. Met dus uh, eigenlijk donderdag en vrijdag al een opmaat. Ja, zeker. Dankjewel, veel plezier. Uh, Jim Korf en uh, Mert Peters, dank en succes.